Regelmatig worden in Rotterdam per schip Amerikaanse straaljagers aangevoerd. De toestellen komen gecoconeerd aan. Dat wil zeggen, ze zijn bespoten met een beschermende plastic laag. Van de Maastad brengt men ze over de weg naar Ypenburg, een route van 20 kilometer. Dit nachtelijke transport brengt nogal enige problemen met zich mee. De wegen zijn nu eenmaal niet berekend op vliegtuigverkeer. En alle verkeersborden en zuilen die in de weg staan, moeten dan ook steeds tevoren verwijderd worden. De vliegtuigen hebben bij de staart een hoogte van bijna 5 meter. Viaducten kunnen dan ook alleen genomen worden met behulp van een vlonder, dat het neuswiel hoog houdt, waardoor de staart van het toestel lager komt te liggen. Tijdens deze nachtelijke transporten is de Rijksweg Rotterdam-Den Haag voor het normale verkeer afgesloten. De toestellen moeten over een gedeelte van de weg laveren om niet met de lichtmasten in aanraking te komen. Er komt bij een dergelijk transport altijd heel wat kijken. Maar door een goede organisatie rollen de vliegtuigen toch vrij vlot naar Ypenburg, waar ze gereed worden gemaakt voor overdracht aan de Nederlandse en de Belgische luchtstrijdkrachten.